Goedendag. In Spakenburg nu, de weekendeditie vandaag, deze onderwerpen. Donorweek. Concert Jubilation. Hervormingsdag. Happy Hour. Moedige moeders. Woensdag 31 oktober was het hervormingsdag. In de hervormde kerk werd een interkerkelijke bijeenkomst gehouden. Er werd door verschillende mensen van verschillende kerkgenootschappen aan meegewerkt. Op het laatste moment moest dominee J. Westerink uit Urk zich wegens ziekte afmelden. Gelukkig werd dominee J. Bogert bereid gevonden zijn plaats in te nemen om de meditatie te verzorgen. Peter Estier zong tweemaal solo, te weten Amazing Grace en The Holy City. Maandag 5 november is het weer zover. De moedige moeders komen bij elkaar. Deze avond zal er een medewerker van de Jelinek Kliniek komen om een presentatie te geven over kinderen van verslaafde ouders. Er zal maandag ook gelegenheid zijn de vragen die bij u leven te stellen. Belangrijk is ook dat er altijd gelegenheid is met elkaar te praten, elkaar te bemoedigen, om elkaar heen te staan. Voorlichting is zeer belangrijk, maar misschien is een hand op een schouder of een luisterend oor af en toe nog wel belangrijker. En alles wat daar besproken wordt, blijft tussen vier muren. U bent zeer welkom. Om 7:15 staat zoals altijd op de eerste maandag van de maand koffie of thee voor u klaar in Denksportcentrum en passant. Om 7:30 begint de bijeenkomst. Het was deze week Donorweek. Het thema was dit jaar orgaandonor worden, dat doe je voor elkaar. Op radio en tv werden spotjes uitgezonden om ons ertoe te zetten na te gaan denken over deze belangrijke zaak. Ik sprak met Harm van Halteren,
en stelde hem een indringende vraag. Hoe kijken jullie naar mensen die geen donor willen worden? Ja, dat vind ik heel jammer. Ja. Ik echt heel jammer. Want als je... Ja, je doet een, het wordt niet meer gebruikt, maar je kunt er zoveel mensen gelukkig mee maken. Je kunt zoveel mee, ja. Want je denkt ook altijd aan je donor. Ja. Elk jaar steken we een kaarsje aan voor de donor. Ja, uit dankbaarheid. Dan is het zijn, nou ja, in mei wordt het dan zijn 15e verjaardag, zeggen we dan. Ja. Ja, dan steken we weer een kaarsje aan. Ter nagedachtenis van wat hij voor ons betekend heeft. Want dat blijft bij je. Ja. Dat blijft en ook die familie die dat goedgekeurd heeft. Ja. Maar, en ik vind het dan zo jammer dat mensen dat niet willen. Maar hoe kijken jullie tegen de redenen van weigeren aan? Nou, ik snap het niet. Ik kan er niet bij. Ik ben mijn hele leven al donor. Ja, en, ik ook. Dat mensen het opeens niet meer willen, kan ik niet begrijpen. Nee. Kun je niet begrijpen. Ja, we hebben er wel voorbeelden van die dus in... toen ik dus beter was, dus helemaal, en toen ik moest... fysiotherapie ging doen bij Roel Bos. Toen was er een vrouw en die zei tegen me, oh Harm, zegt ze, ik ben donor van alles kunnen ze van me nemen, behalve van mijn hart. En dan zie ik jou ook daar lopen. Oh, dat ga ik veranderen. Oké. Okay. Ja, je had iemand overtuigd door er zo mooi bij te lopen. Maar ze denken eigenlijk aan het hart. Dat moet eigenlijk, met je hart. Met je verliefd, met je hart doet je dit. Ja, je hart is je alles. Met je hart, dat is alles. Maar het is gewoon een spier. Ja, precies. Mensen, en... Je moet gewoon werken en als je het niet doet, dan is je hart er ook niet meer. Nee, dan is je hart er ook niet meer. Nee. Dat is zo gek, hè? Dat, het gevoel willen ze dan eigenlijk geven. Ja, iemand heeft ook een keer gevraagd of hij nog wel van me hield nu hij een andere hart had. Ja, je moet er maar om lachen. Ja? Maar het is wel gevraagd, want ze denken dan dat je een andere persoonlijkheid wordt of zo. Een andere... En Harm, laten we het nou eens heel eerlijk vragen. Heb je dat gemerkt, dat je een andere persoon werd? Nee, het is gewoon een spier die klopt. Ik heb het niet gemerkt. Er zijn mensen die het merken. Dat zijn eigenlijk meer de, de witte sokken figuren, die eigenlijk alles voelen en alles doen wat er dus in de etiquette weer verboden is. Maar ik heb absoluut niks gevoeld. Nee. Niks gevoeld van alles. Ik heb het geaccepteerd dat ik dat hart kreeg. Ik heb geaccepteerd alle dingen die dus kwamen. Ik was gezond. Ik was gezond. Ik ben nooit meer ziek geweest. Tenminste niet erg ziek. Ja. Begrijp je? Ja. Ik heb nooit geen last gehad van die rikketikken. Nou ja, hij zwoegde niet meer. Nee, hij zwoegde niet meer. Je hoorde niet meer. Je hoorde hem altijd tikken vroeger. Hè? Tikken, dat balletje tegen dat... Dat klepje. Ja, dat klepje. Ja. En dat was vooral het mooie. Dat hoorde ik niet meer. Wat zou je tegen mensen willen zeggen die nog enorm twijfelen? Nou, wat ik zeggen wil tegen mensen die twijfelen, doen. Gooi je eigen om en doe het. Doe het, want anders, en dan zeg ik iets heel rots, anders vergaat je lichaam in de grond of hoe dan ook. Dan vergaat alles. En die dingen hebben we toch ook van onze lieve Heer gehad. He, al die dingen. Als ik dus bijvoorbeeld een jonge vent was en ik wil bijvoorbeeld tegen iets geven, dan geef ik dit, mijn lichaam. En mijn lichaam, dat is mijn alles. Maar kijk, het is zo ontzettend mooi om, hoe zou ik het zeggen? Het klinkt als een juichtoon, als het ware. Als het ware dat je dus echt de Heer, die zie je dus echt erin staan. Die zegt eigenlijk tegen je, je doet het goed, jongen. Hè? Want jij sterft wel, maar je leeft wel door. Dus. Ik wil het hier even bij laten. En ik denk dat je genoeg gezegd hebt tegen de mensen. Ja, ik doen. Ook. Ik had doen, zeg ik. Ik zei doen, want kijk dat lichaam van je, dat overigens... Als je sterft, hoe jong je ook bent, dat lichaam verdwijnt gewoon in de grond. Ja. Of verdwijnt gewoon in de,
in de lucht. Tot stof zult ge wederkeren. Tot stof zult ge wederkeren. En God zal het toch weer helemaal nieuw maken. Helemaal nieuw maken. Ja. Alles zal hij nieuw maken. Alles. Dank je wel, Harm en Nelleke, voor jullie mooie woorden. Graag gedaan. Dank je. Dinsdag kunt u het gehele interview bekijken. Maandagavond is het ook weer tijd voor Happy Hour in Café de Kraplap. Veel mensen zijn op zoek naar een manier om God te bereiken, maar weten niet hoe. Door middel van video-interviews geven dorpsgenoten maandagavond verrassende reacties en antwoorden op deze bijzondere vraag. Daarnaast zal er tijdens de presentatie dieper op dit onderwerp ingegaan worden. Inloop vanaf 7:30 in Café de Kraplap aan de Spuistraat. U kunt dan eerst genieten van een heerlijke cappuccino, waarna om 8:00 de presentatie begint. Gelovig of niet gelovig, of zelfs heel kritisch, u bent van harte welkom. Binnenkort zal Gospelcore Jubilation weer een concert geven. Het belooft een mooie avond te worden. Wat kunnen de mensen verwachten? Aan wie kunnen we het beter vragen dan aan Claudia van der Scheur en Jan van der Kuip? Ze zijn hier in de studio. Jan van der Kuip en Claudia van der Scheur, twee enthousiaste mensen. Ja, waarom is zingen zo leuk en dirigeren? Ik begin bij jou. Waarom is zingen zo bijzonder? Wat doet dat met je? Zingen heeft heel veel met emotie te maken. Zingen kan heel veel blijdschap geven, waardoor je natuurlijk die glimlach op je gezicht krijgt. Maar zingen kan natuurlijk ook je hart raken, waardoor de emoties loskomen. Ja. Ja. Ja, en daar heb je dan ook wel ervaring mee. Jan, wat is muziek, wat is zingen voor jou? Muziek, ja. Muziek is alles voor mij. En zingen. Ja, ik ben een blazer van oorsprong. Ik kom uit de harmonie van vader Braasbandwereld. En ben later in de korenwereld terechtgekomen. En ik heb ontdekt dat daar de emotie veel dichter op ligt dan in de blaasmuziek. Terwijl het daar ook wel zo is hoor. Maar het is, je zingt woorden en die zitten dichter op je hart dan de klanken. En dirigeren. Maar dan kom, wat zegt u? En dirigeren. Heerlijk, dat is zo mooi. Je hebt iets in je hoofd en dat wil je graag met je koor bereiken. En als dat dan ook nog lukt, dan is dat helemaal prachtig. Ja, jij brengt iets voor de dag, tenminste dat ga je proberen. Ja. Ja, mooi. Hoe omschrijf jij Jubilation? Ja, Jubilation is eigenlijk wel een beetje een kindje van mij. Ik ben sinds een jaar of 5 nu zelf dan voorzitter. Ik ben begonnen gewoon als koorlid en uiteindelijk ben ik voorzitter. En het is gewoon een fantastische club met mensen. We hebben op het moment zelfs 45 leden. Dus we hebben echt, we zijn echt ook enorm in de ledenaantallen gegroeid. Mooi. En je doet het met elkaar, hè. We zingen 4-stemmig, dus uiteindelijk is het natuurlijk ook, heb je elkaar nodig om het mooiste qua klank naar boven te krijgen. Jawel, want er kan maar een kleinigheidje mis zijn. Ja. Hè, Jan? Ja, en Jan hoort alles. Jan hoort alles, ja. Nou, alles. Ik hoor wel veel, ja. Ja. Hoe kijk jij naar Jubilation? Jubilation is een heerlijke club om mee te werken. Dat is een... Wat ik wel eens gemist heb bij andere koren, dit is een heerlijke kneedbare club. Het is wel eens wat moeilijk om het erin te krijgen. Dat wil zeggen, de mond te laten houden. Nou heb ik het al 3 keer gezegd. En nou moet je toch wel een keer weten hoe dat in elkaar zit. Maar het is wel een kneedbare club. Ze doen wel heel, heel gehoorzaam wat ik kan leren. Ja. Dat is mooi. Ja. Er staat een najaarsconcert op stapel. Ja. Wat kunnen we verwachten? Zal ik hem? Ja. Oké. Okay. Nou, wat je kan verwachten is in elk geval een bijzonder concert. Het is een combinatie van Jubilation met de mannenformatie Greatly Blessed. En Greatly Blessed komt uit heel Nederland. Dat zijn 16 mannen die zingen. Veel close harmony en een beetje in de Southern Gospel. Dus heel Amerikaans. En er zit een orkest bij met blazers, dwarsfluitist, saxofoons, trompetten. Moet ik even nadenken, trombone. En slagwerk, keyboard, piano. Dus het is heel uitgebreid. No. En het leuke ervan is, we gaan ook nog een aantal stukken gezamenlijk doen. En ik heb van 3 nummers die wij met Jubilation brengen nog de koperpartijen bijgeschreven. Dus wij krijgen ook wat extra ondersteuning.
Wat mooi. En het is ook echt jullie ding op die manier. Ja. Ja. Ben jij een dirigent die graag zijn eigen stempel zet? Ja. Ja? Ja. Ik blijf wel dicht bij het origineel, want ik wil geen geweld aandoen aan arrangementen of wat een componist heeft geschreven. Ik ben daar heel trouw in. Soms doe ik daar wel eens om het koor het even wat makkelijker te maken. Dan verschrijf ik wel eens iets. Ik schrijf graag wel koorarrangementjes, maar ik blijf heel dicht bij bij wat de componist heeft, wat zo heeft hij het gemaakt. Hè. Ja. Jullie passen heel goed bij elkaar. Welk repertoire gaan jullie brengen? Eigenlijk wel heel breed, hè? Van up-tempo, dus echt naar heel veel vrolijkheid. Toch ook wel een bepaalde stukken dat het heel diep gaat. En dat je ook echt... Jan die slaat ook gewoon wel eens af tijdens de repetitie. En dan zegt hij wel eens van... Nou, weten jullie eigenlijk wel wat je zingt? Want we zingen over het algemeen heel veel Engels. En op een gegeven moment hebben we ook een lied van... aan de tafel bij de Heer. En hoe ervaar je dat? En als je daar dan ook over door gaat denken... en je zou het ook zo kunnen overbrengen aan de mensen... ja, dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Ja, dus heel dicht bij de tekst ook. Heel dicht bij de gevoelens die het oproept. Ja. Waarom moeten mensen 17 november komen luisteren, komen kijken... Ja, het is natuurlijk sowieso een fantastisch iets dat we met dat 16-talig mannenensemble zingen. En natuurlijk het stukje van Jubilation. En wat gewoon heel bijzonder is dat het concert gratis gegeven wordt. Het is natuurlijk zo, over het algemeen worden natuurlijk altijd heel veel kosten gemaakt. Ja. En het is niet zo dat we een heel rijk koor zijn, maar Credly Blessed zingt eigenlijk ook wel een stukje vanuit de overtuiging dat het altijd goed komt. En we zijn die samenwerking aangegaan. En hun zeggen ook van, nou, wij laten gewoon eens geen toegangskosten vragen, zeg maar, om een concert te geven. En dus vandaar dat we gaan het gratis doen. Dus dat maakt het natuurlijk gewoon heel bijzonder. Ja. En willen we ook gewoon zo breed mogelijk publiek bereiken. Ook en, mensen... en zo toegankelijk mogelijk, zo bedoel je het. Zo toegankelijk mogelijk. Van, als je met een gezin gaat en er wordt gewoon 7,50 ook nog per kind gevraagd. Ja, dan is het gewoon, dan weerhoudt het natuurlijk om bijvoorbeeld je kinderen mee te nemen. Maar nu zijn de deuren open voor iedereen. En we zingen in de fontein. En de kaarten, of tenminste de reserveringen, gaan heel goed. Maar de fontein is heel groot. Ja. Dus we willen eigenlijk volle bak natuurlijk. Ja, prachtige akoestiek. Ja. Vertel het nog maar even. Waar, wanneer, hoe laat? Het is 17 november om 19:30. En je kan de gratis toegangskaarten kan je reserveren via www.truetickets.nl. En ook zijn er kaarten verkrijgbaar bij Leuf. Alinda wilde heel graag meewerken om daar ook kaarten te verkrijgen. En die kan je gewoon ophalen. En bij binnenkomst kan je gewoon je kaartje laten zien. En dan mag je gewoon naar binnen. Ja, dus wel een kaartje. Ja, maar is het zo dat je het niet redt en denk je van nou 17 november 's middags. Oh, ik heb toch nog zin om te gaan. De deur staat open, dus je bent natuurlijk uiteraard altijd welkom. Maar voor ons een beetje om te kijken van... wat de verwachting is, is het ook fijn om te weten wat de reserveringen zijn. Hoe gaat het met de repetities? Het gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op. We hebben de laatste repetities heel, heel hard gewerkt. En ik ben voortdurend in contact met Zeger Bergsma. Dat is de dirigent van Greatly Blessed. Wij kennen elkaar al een klein beetje. En misschien nog wel leuk om te vertellen dat dit concert is ontstaan... omdat een neef van mij... een zoon van mijn zus, die zingt bij Greatly Blessed. En die had mij eens een mailtje gestuurd van... Oom Jan, is het niet eens een keer leuk om samen een concert te doen? En zo is dit ontstaan. Ik denk van, nou, dit is een unieke kans. En ik kende hun en ik weet hoe goed ze zijn en hoe mooi ze zijn. Die jongens die zijn zo geweldig goed. Ik zou zeggen, komen. Nou, zullen we het daarmee besluiten? Komen, want anders mis je iets heel moois. Ja, zeker. Ik dank jullie wel en ik wens jullie een fantastische avond, de 17e. Dank je wel.
Woensdagavond om 11 uur werd ontdekt dat er in een schuur aan de Amersfoortseweg brand was uitgebroken. Het vuur breidde zich zo snel uit dat de brandweer besloot om de schuur gecontroleerd uit te laten branden. Er werd ingezet op het belendende perceel, zodat de brand zich niet zou kunnen uitbreiden. Klaas Goossensen stuurde ons beelden. En dat was het alweer. In Spakenburg Nu zag u vandaag Donorweek, Concert Jubilation, Hervormingsdag, Happy Hour, Moedige Moeders. Tot vanavond 11 uur is het programma elk uur te zien. En natuurlijk ook op Facebook en op YouTube. Om middernacht meteen de eerste keer los op zondag, dat de volgende dag nog 5 keer te zien is. Maandag weer uit de oude doos en dat betekent de feestweek van 1995, het eerste deel. Dinsdag het vrije item. Dan kunt u het hele interview met Harm en Nelleke van Halteren bekijken. En woensdag dan alweer Spakenburg Nu. We wensen u nog een heel mooi weekend.